Zijn
Hier ziet u de wachtmeester Vrieling bezig met stukken test. Aan de andere kant is op dit moment bezig de wachtmeester Herriner. Maar alles ziet er goed uit, alles loopt perfect. Dank u wel. Wachtmeester Smit, indruk zover. Nou, gaat redelijk, dacht ik. Tot mijn mening is iedereen binnen de 90. Dat vind ik wel netjes. En dat betekent feestje vanavond? Nou, ik hoop het wel, ja. Maar uitschieters heb ik nog niet gezien. Iedereen binnen de 90, maar niemand bovenin de 90. Tot nu toe. Nou, nog twee sterke mannen, hè? Ja, hier. Twee sterke mannen gaan hier wel. Ik hoop het. Eén broodje hand voor mij, ik weet niet of hier nog meer mensen. Ja, het is voor ons. Moet hier nog iemand? Dat is voor ons. Moeten we hebben 98? 98 is de beste man. Nou, die halen we wel. Ik hoop het. Er was bakers dan niet op één lijn, een klein foutje ontdekt. Verder. En Stuco, wat denkt u van het resultaat van de stukkentest? Uitstekend natuurlijk. Prima bemanning, prima stuk. God, kan niet beter. Uitmuntend zelfs. Dat scheelt twee keer de helft. Hè. Precies. Wat denk jij ervan van de kamp? Van de kamp? Ik denk nooit wat. Kijk nou in de lens. De kanonier Schuit is wederom een grote vergeten nul. De correctietellers op nul te stellen. Nee, alleen voor de correctie tellen van het vaste kwadrant. Nou, voor de wederom, voor de zoveelste keer is hij het weer vergeten. Op het moment supreme vergeet hij dus de correctie tellen op nul te zetten. Ik denk dat we daar een degelijke maatregel tegen moeten treffen. Ja. En dat is dat hij nu op zijn knieën gaat zetten en dat jij hem gaat schoppen, denk ik. Dat lijkt me een zeer goede maatregel. Echt. Down. Probeer mij maar op mijn knieën te krijgen dan. Nou, schop me eens maar tussen zijn bal of zo, hè. Stuco? Ja, gele flap. Je punten, jongen. Had binnen gekund, ja. 10 punten. Nee, nou. Ja, maar onze volle bak. Minimaal. We kunnen hier altijd best. Oké, biertje voor mij in de bar. Twee officieren, die hebben even een indruk van tot nu toe. Even. Nou, het was jammer van het halve stuk, voor de rest gaat het best aardig. Een beetje duidelijker kan dat? Het was jammer. Echt? Jammer van het halve stuk. De rest gaat best aardig. Ja, toch weer onverwacht bovenaan, hè? Ja. Dat is inderdaad jammer. Wat is het zo? Oh ja, dat is het. Ik heb gewonnen met badmintonnen van jou. Dat is wel even een belangrijk puntje. Ik heb dat even op... ik heb het helemaal gehad nu. Is dat zo, Cornel? Ja, dat is zo namelijk. Hoeveel was het ook alweer? 3-1? Stuco Delta. Zeg eens wat. Stuco Terreur. Nou, dit is mijn chauffeur, Horst. Dit is mijn nummer 4. Later afvuurder. Jezus. Nummer 3. Barman. Hey. Over waterdag. Hey, Fredje! Dit is Fred. Onmisbaar. Jezus, hetzelfde stuk. De Rozema, stil. Doorschuit halen we het kroontje niet. Je wil het erop? Doorschuit halen wij het kroontje niet. Brugman. Hey, Menneke. Wat is het nou met die lijnwerkerslus, joh? Ging fantastisch, hè? Flitst er zo uit. Het is dat hij makkelijk losgaat. Daar is je voor bedoeld, maar niet dat hij altijd losgaat. Nee, maar dat had ik gewoon even ingecalculeerd. Ik had gezegd dat het iets sneller ging en dan was het automatisch te los zou gaan, maar ja, het snel. Heb je hem door? Ik snap er niks van. Het is voor mij een gok. Ik denk dat we met vier stukken erg goed in de buurt van de 3,94 zitten en dan durven we over twee stukken geen uitspraak te doen. Dat ligt uiteraard niet vast. Er wordt eerst nog over gediscussieerd op allerlei soorten niveaus. Dat horen jullie, ik denk, in de loop van de middag de uitslag van. Van bier. Voor nu. Zometeen zorgen de laatste twee bedieningen dat de stukken terugkomen op de shelf. Daar gaat alles gewoon naar binnen, laten we alles binnen liggen. Punt 50 naar de wapenkamer voor alle drie de stukken. Wij gaan naar de batterij, wandelen, gewoon even afmars. Op de batterij wapenonderhoud en 11:45 tot 12:00 wapens inleveren in de wapenkamer. Gewoon 10 over 1 appel, in poetstenu. Dat wil zeggen overal hoge schoenen, koppel. En correct, koppel niet, veldpedal. Iedereen.
camera maakt een ander mens van. Iedereen. Ja, we bloed nerveus. Kijk eens uit. Dan gaan we de stukken ontladen. We gaan de stukken nogmaals doorstompen. Tweemaal, hoog! Dat weet wat er gaan gebeuren. Man, ik ben trots op jullie. Serieuze gezichten. Oh, schrap uit. Kom maar recht op, mannen. Kijk naar rechts. Ja. Kijk, 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 kijk. Het is altijd hetzelfde, iedereen sluit hem maar op. Ik zoek een beetje in de houding van de oost. Van de man, van de man. Zag je dat? Zag je dat? Nee. Ik heb van die graven geslaagd. Ja, maar die is altijd te laat. Ik heb er ook een puntje. Ik kon naar volgende manier gelopen. Ja, ik heb niet in beeld. Let op de bril. Oh, kijk! Us! Mooi. Us! Ja, ik heb een spaakje op een afdelingsappel uitgelegd hoe dat werkt in een afdeling met allerlei radertjes en allerlei stroompjes die elkaar afgesloten zijn binnen de afdeling om als afdeling een goed bedrijfsresultaat neer te leggen. Het is vandaag het laatste, het ene laatste afdelingsappel voor we op zomerverlof gaan. Volgens mij is het wel trots. Ik heb nog even een appel erbij. Zo'n afdeling. Vandaag één radertje uitlichten. Ik steek voor me. Zo'n radertje, dat hebben we afgelopen week afgewerkt. Dat is de stukkentest. We hebben ons helemaal uitgewerkt. Bij de Charlie batterij. Stukkentest, ja. Dat is niet niks. Daar wordt lang voor geoefend. Daar wordt voor getraind. Daar wordt s'avonds op papier uitgerekend hoe de testen economisch kunt werken met de stuksbediening. En uiteindelijk moet je dan op een gegeven moment een test afleggen. De keizer staat bovenop, zie je het? Overzee, ja, overzee.
Hij heeft het net gemist natuurlijk, wat ik allemaal zei. Nog even, ik heb net even herhaald hoe dat zit in zo'n afdeling, al die elementjes, die radertjes. En ik heb aangegeven dat jullie dus een prima resultaat neergezet hebben als zo'n radertje in een afdeling. Met als eindresultaat voor het echo-stuk 97 punten. Dat was nummer 3 de kandidaat Houtman, nummer 2 van Apeldoorn, nummer 4 van de Wel, nummer 5 van Roenburg, nummer 6 Redegeld en de chauffeur van de heer Redelijkheid. Oh, is dat Redelijkheid? Dan moet de beste chauffeur neerzetten, hè? Ja. Goeie vent, over de zee. Hij heeft de handschoentjes niet aan, zie je? Ja, inderdaad. Gewoon een beetje tegen, man. Handje. Zo. Ja, het kan. Dit is hem. Kijk, voor het beste stuk van de afdeling. Ik hoop dat op de camera. Je het met ere zult vervoeren door de dreven van Duitsland. En dat ze met ontzag naar het stuk zullen kijken. Oversteun, even op de camera. Ja. Bart, op de camera. Kom nou met dat ding op de camera. Ja, kom, inslijden, passen. Ja, ja. Ah, ze worden weggestuurd, zie je. Dat vind ik nou een beetje, hè? Houd op vuur. Ja, je hebt het niet op de rug, hè? Ja, niet best.
Cavaleristen en onze infanteristen. Wat hier staat is één batterij van de hele afdeling. Dat houdt dus in dat twee gebouwen verder dan het gebouw waar de Cardi-batterij zit, nog zo'nzelfde gevechtsbatterij zit, namelijk de Bravo-batterij. Wat? Ik. Nee. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ho! Thank you.
Piet. Land! Ik wil behandeld worden. Goh! Harder, harder! De waarnemer zal zo dadelijk stoppen. Normaal zit hij dus een kilometer of 12 tussen. Maar omdat u dat allemaal niet meer kunt overzien, hebben we hem deze keer wat dichterbij gezet. En de waarnemer maakt zich nu gereed om een uitgestegen waarnemingspost in te richten. Hij bepaalt daar nu alreede de gegevens voor. En zal met zijn wakkerskar de richting van het doel aan gaan wijzen. Meester Visser, die op dit moment het kompasrichttoestel aan het oriënteren is om de stukken een bepaalde kaarthoek door te kunnen geven, zodat ze naar het doel kunnen richten. De cornet heeft zojuist de stelling aangegeven, de richting van de schietbuizen. Dat deed hij gewoon door zijn voertuig in een bepaalde richting in te rijden. Nu, om wat meer overzicht te hebben, rijdt hij een stukje achterwaarts, zodat hij zometeen de stukscommandanten, die achter hun stuk zullen staan zodra zij tot vuur gereed zijn, eventueel een vuurbevel door te kunnen geven. Zodra de batterij... 2308! Dit zijn dus, zeg maar, niet echt kaarthoeken, maar dit zijn hoeken die doorgegeven worden naar de stukken, zodat ze daadwerkelijk met hun vuurmond... 2890! Zodat ze daadwerkelijk met hun vuurmond gericht staan op het doel. Hey! 3, 2, 1, 5! Hoek met de 3, 2, 1, 9! Van hand op!
volgende gaat er nu gebeuren. Normaal zouden wij nu de stelling uitbouwen. We zouden de stukken gaan camoufleren. We zouden eventueel alles nog een keertje narekenen. Kijken of we exact goed staan, et cetera, et cetera. Dat doen we nu niet. Allereerst omdat u dan daarna niet meer zo goed het stuk in kan. Omdat overal netten omheen hangen. U krijgt nu de gelegenheid om de stukken nog een keertje goed te bekijken. Yeah.